Ik dacht, ja, niemand kan zo door zo'n pak heen spelen. Zo een beetje, ze kan zo met de mimiek en zo. Kon ze, ze hield het wel bij zich, dus dat was ook wel qua postuur. Herkende ik het wel? Gracieus. Ja? Het is the one, the only Philip Alberti! Maar die stem, ja, dat is zo'n bekende stem. Ja. Zoveel hits. Ja, maar dan... voor mij heeft ze het goed gedaan. Ik, ja, natuurlijk. Dus ik ben natuurlijk ook met Willeke opgegroeid. Ik ken alles ook van haar. Ah, ik was van overtuigd. Ja. En jij had je twijfels. En dat had ook wel gekund. Want het was heel gek dat alle aanwijzingen natuurlijk pasten bij Imca Marina en bij die andere mensen. Een hartje en kinderwagens en Spanje. En ja, wij zijn natuurlijk weer op een dwaalspoor. Maar het was wel iets wel leuk. Het ja, dat toch... is het zeker. Maar ik dacht ook, ja, we kunnen niet altijd, we kunnen niet meteen weer alles op één paard wedden. Nee, plus dat jij natuurlijk ook... Spreiden. En hij is een jongere generatie. Die weet ook weer minder af van de oudere generatie. Dat is eigenlijk alleen maar gunstig. En wij weten ook niet helemaal niet wat er nog gaat komen. Nee. Dus wat dat betreft zijn we met jou natuurlijk super blij. Maar... Wat een mooie pak in die chameleon. Ik ben wel blij dat die er nog in zit. Dat was echt een prachtig pak, zeg. Ja, ik denk dat sommige mensen toch ook wel, als ze het zo zien, kiezen voor de buitenkant. Soms net voor talent, ja. Dat ze dat zo mooi vinden, omdat je dat nooit ziet op televisie. Nee. Het is het Braziliaans carnaval, maar dan nog leuker. Ja. Toch? Ja, ja. Ja, echt. Maar weet je wat zo gek is? Wat ik me nu realiseer is... Stop! Dat we... Wat is zo gek? Dat ik nog helemaal niet naar de stemmen heb, echt heb geluisterd naar de stemmen. Helemaal dat, niet? Nee, dat je nog te veel in, ja, in de banf en van de karakter, performance en de, ja, het personage. En masker. En inderdaad de hints. En dat je daar eigenlijk alleen maar steeds op zit te broeden. En nog helemaal niet op die stem van... Oh, ik hoor dit erin. Ja, dat heb jij natuurlijk veel meer. Maar jij bent daar natuurlijk veel meer op gevolgd. Nee, maar echt alleen. Ik had Willeke wel vrij snel, maar de rest niet. Maar nou zitten natuurlijk nu mensen te kijken die denken... Ja, ze hebben wel een idee. Ze weten het wel. En, maar wij hebben geen Twitter. Wij horen het anders. Ja? De bassen zijn veel... Klopt. Je wordt echt omarmd door het geluid. Dus wij hebben echt nog geen idee. Ja. Dus ook vaak als je de naam gehoord hebt, dan weet je, het is die. En wij hebben natuurlijk geen Twitter, dus wij kunnen niet zien al die namen die voorbij komen online. En als je die naam hebt gehoord, dan heb je... Oh ja, dat zou wel kunnen matchen. Wij moeten hier echt op dat moment meteen denken... Ja, en dat is het gekke. Maar ik hoef het ook niet te weten, want ik vind het zo leuk dat ik verrast word. En ik kan niet wachten op de volgende dagen, omdat het is gewoon een feestje. Ik ben gewoon een avond uit in mijn eigen woonplaats. Dat ik denk, hoe lekker is het? Ik drink een wijntje. Je rolt zo je mensen, bed uit. Ik rol zo mijn bed uit en ik rol en dan zo weer in. En dan weer al die maskers. Nou, ik ben er toch dol op. Is toch fantastisch? Allemaal kijken naar Maas Singer. Tot volgende week. We hebben er zin in. Joehoe!